grootstes in die Natalse atletiekseizoen. Een prachtige dag hier in Durban. Een lichte windjie wat van achter waai en die atleten gaan helpen. Vooral in die nalopen en die springnommers. Die 400 meter vermans met die binnenbaan wat behoort aan een atleet van Westwits. Nou, die man daar in beeld is Craig Horner van Natal Universiteit. En die derde baan, daar is hij een van die gunstelingen. Nummer 74, Samuel van Aswegen van Germiston Kellys. En die andere grootname uit Natalse wereld is Madladla. Madladla, wat hier in die nummer 75 hardloop. Een van die gunstelingen van Normaal College Pretoria. Nou, daar is nummer 73. Ons het hom reeds vir u gewys. Horner, wat in baan 2 hardloop. 77 is Coldwell van die Universiteit van Port Elizabeth. Philip van Vieren, die man in beeld. Matla, plaatselijke atleet hier van Durban. Dan is daar Philip van Vieren, die man wat in baan 5 hardloop. En heel binnenkant Mweli, buiten beeld. Daar is Samuel van Aswegen. Verwachte windtijd van nabij aan 47 secondes. Dadelijk is het van Vieren van Normaal College Pretoria. Vieren van links wat baie goed hardloop. Aan sy buitenkant is het Coldwell van die Universiteit van Port Elizabeth goed geplaatst. Coldwell in die blootleren van de Universiteit van Port Elizabeth. Heel rechts op die scherm is het Philip van Vieren van Normaal College Pretoria. Daar sien ons vir Horner van die Natalse Universiteit wat ook baie goed in die binnenkant van die baan hardloop. Coldwell van Vieren en Horner met Samuel van Aswegen wat baie mooi opskuif. En daar is het Coldwell van die Universiteit van Port Elizabeth. Van Aswegen aan sy binnenkant wat voor is. Coldwell in die tweede plek van Vieren wat derde hardloop met Madladla vierde. Horner in die vijfde plek. Horner wat baie goed hardloop vir die Natalse Universiteit. Samuel van Aswegen wat gaan wen met Coldwell en Horner wat het uitspook om die tweede plek. Madladla ook daar, maar is van Aswegen wat wen in die tweede plek. Coldwell van die Universiteit van Port Elizabeth en het voor ons gelijk na nummer 73 Horner van die Universiteit van Natal derde. Hier die laatste 100 meter wat aangebreek het. En hier die stadium met Horner rechts op die scherm baie goed gehardloop voor Natal. Derde van links sien ons vir EPE's Coldwell wat baie mooi opskuif van die vijfde plek af. Van Aswegen wat gaan wen in die donkerkleren van Germiston Kellys. Coldwell wat baie goed opskuif hier vir die Universiteit van Port Elizabeth in die Skadebee. Van Aswegen wat wen. Die tweede plek lyk vir ons na Coldwell van die Universiteit van Port Elizabeth met 'n fotobeslissing tussen Madladla en Horner met van Vieren vijfde. Ja, sien jy die tyd, Samuel van Aswegen 47.27, Coldwell van EPE en derde, Madladla 'n baie goeie 400 meter vermans.